Wij gaan verder met de schriftlezing vanuit Rut. Dat prachtige, wonderlijke boek Rut. Heel bekend en toch weer ook zo wonderlijk als je al die lijnen ziet die vooral naar de Heer Jezus toe wijzen. Ik hoop dat het u vergaat, net als bij mij. Als je het bestudeert en, en onderzoekt en graaft in dat woord, dan het gaat het bijna vanzelf gemeend. De Heer Jezus die, die komt als een, als een bloem, als een. Als een diamant tevoorschijn en als je het draait in dat gedeelte komen alle kleuren en geuren van het evangelie tevoorschijn. Wij lezen vanavond Ruud 2 en beginnen te lezen in vers 3b. Vanmorgen zijn we bij 3a geëindigd, waar Ruud op de akker kwam en ging rapen. En nu gaan we in 3b verder. En we lezen tot en met vers 14. En het overkwam haar dat ze op een deel van de akker van Boas terecht kwam die uit het geslacht van Elimelech was. En zie, Boas kwam uit Bethlehem en zei tegen de Maaiers: De heren zijn met u. En zij ze zeiden tegen hem: De heren zegen u. Daarop zei Boas tegen zijn knecht, die over de Maaiers aangesteld was: Wie behoort deze jonge vrouw toe? En de knecht, die over de Maaiers aangesteld was, antwoordde en zei: Dat is de Moabitische jonge vrouw, die met Naomi teruggekeerd is uit het land Moab. Zij zei: Laat mij toch aren rapen en verzamelen tussen de schoven achter de Maaiers. Zo is zij gekomen en zij is gebleven van vanmorgen af tot nu toe. Zij heeft bijna niet binnen gezeten. Toen zei Boas tegen Ruth: U hebt het gehoord, niet waar, mijn dochter? Ga niet op een andere akker are rapen. Ook moet u hier niet weggaan, maar u moet dicht bij de meisjes blijven die voor mij werken. Uw ogen moeten op de akker gericht zijn die zij aan het maaien zijn, en u moet achter hen aangaan. Heb ik de knechten niet geboden dat ze u niet aanraken? En als u dorst hebt, mag u naar de watervaten gaan en drinken van wat de knechten zullen scheppen. Toen wierp zij zich met het gezicht ter aarde, boog zich naar de grond en zei tegen hem: Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen? Dat u naar mij omziet terwijl ik een buitenlandse ben. Boas antwoordde en zei tegen haar: Het is mij allemaal verteld: Alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt, en hoe u uw vader en moeder en uw geboorteland hebt verlaten. En naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. Mogen de Heer uw daad vergelden, en mogen uw loon volkomen zijn van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. En zij zei: Laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, want u hebt mij getroost, en u hebt naar het hart van uw dienares gesproken, hoewel ik niet ben als een van uw dienaressen. Toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar: Kom. Hier en eet van het brood. en, en doop uw stukje brood in de zure wijn. Zo zat zij neer naast de maaiers. En hij rijkte haar geroosterd koren aan. En zij at en werd verzadigd. en hield nog over. Tot zover onze schriftlezing. En waar wij in het bijzonder over nadenken. is vers 10b. Daar begint de preek een beetje mee. Daar in 10b zegt ze heel verwonderd: Rut, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen? Dat u naar mij uit, uit uh, omziet, terwijl ik een buitenlandse ben. En dan ook een beetje het slot van vers 14. En hij, Boaz, rijdt haar geroosterd koor aan. En zij at en werd verzadigd en hield nog over. Voordel... Wij zingen na de preek Psalm 66, vers 8. Kom luister toe, gij God, gezindig, Gij die de Heren van harte vreest. Wat God mij deed ondervinden... En wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Um, dat is eigenlijk de oproep hè, om. Als God je iets gegeven heeft, om, om daar dan van uit te delen of weg te geven. Nou, u zult wel merken, daar, daar gaat het met name over het eind van de, op het eind van de preek over. En dan is het ook mooi om dat tiende vers te zien, Een loflied, dat heet met een deftig woord een doxologie. God zij altoos op het hoogst geprezen. Tussen Psalm 66, het achtste en tiende vers, meteen in aansluiting op de preek. Gemeente, soms heb je dat. Dat je, dat je iets nodig had, of, of dat je iets miste, maar dat het plotseling op je pad kwam. Je ontmoette bijvoorbeeld juist iemand op het moment dat je iemand echt nodig had. Of, of je kreeg een keer precies iets. Wat je op dat moment erg miste. En later ontdekte je dat het de Heere was die dat leidde en gaf. Hij zag je, hij kende je, hij wist van je gemis en je moeite, van je vragen en je zorgen. En hij bracht je precies waar je zijn moest op dat moment. En dat leek allemaal toevallig en gewoon bij geval, maar dat was het niet. En misschien, en misschien hebt u dat ook wel eens gehad in een uh, kerkdienst of uh, bij het avondmaal. Iemand vertelde dat nog zo vanmorgen bij het uitgaan. Mooi om te horen en te delen. Iemand die zegt: nou ja, Ik zat aan de tafel, en het gedeelte wat gelezen werd, dat was nou net dat gedeelte wat van de grootste betekenis in mijn leven is. En wat we zongen ook, is mijn lievelingslied. Ja, dat doet God. Dan denk je achteraf, ja, dat had echt zo moeten zijn. De Heer bracht me hier en Hij wist precies wat ik nodig had. Gemeente, zo, zoiets moet Rut toch ook gehad hebben, denkt u niet? Vers 2 vertelt namelijk hoe ze, hoe ze op die akker van Boaz terecht kwam. Het overkwam haar dat ze op een deel van de akker van Boaz terecht kwam. Het overkwam haar, bij geval, hoort u dat? Hoort u dat de Bijbel zegt? Het overkomt haar. Dat zij precies op de goede plek terechtkomt. Op die akker waar ze wezen moet. Op die plek waar ze uiteindelijk alles krijgt wat ze mist. En meer dan dat, toch? En, en jawel, gemeente, daarvoor moesten ze ook op zoek gaan. Aan het werk gaan. En rapen, dat heb ik u vanmorgen ook verkondigd. Rut kon niet thuis blijven zitten en denken: nou ja, als het me toevalt. En als het in Gods plan besloten is, dan, dan komt het hier. Nee, ze moest gaan en rapen en zoeken. Maar tegelijk, gemeente, zie je in dit alles, in heel dit boekje Rut, dat God zijn eigen plan trekt. Gemeente, dat is, dat is de gouden draad van Gods voorzienigheid. In Spreuken 16, vers 9 staat dat zo machtig mooi. Het hart van de mens overdenkt zijn weg, maar de heren. Bestuurt zijn voetstappen. Dat. En zo komt Ruth op, op de akker van Boas terecht. En ze valt Boas op. Dat lazen we. Misschien omdat ze de enige buitenlandse was. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. In, in ieder geval is ze nieuw. En zo'n grote gemeenschap was Bethlehem ook weer niet. Misschien was het wel een mooie vrouw. In ieder geval laat Boas zich naar haar informeren. En als hij dan hoort wie ze is, namelijk familie, dan, dan zegt hij dat dat rut op die akker mag blijven en, en dat ze daar mag eh, maaien of althans mag oogsten en dat ze daar veilig is. Ja, ze mag zelfs meteen, zegt Boas, achter de meisjes aan, gemeente, dat wil iets, de meisjes, dat wil zeggen de garvenbinders. Je had zeg maar de maaiers, dat waren de mannen, die deden het zware werk. Zwaarder werken dan had je de vrouwen, de garvenbinders, die al die koren schoven, opbinden. En opbonden. En daarachter moest Rut aangaan. En, en, en daar zou ze kunnen rapen. En, en, en als ze dorst heeft, want het, het gaat nog verder dan, dan mag ze meedrinken met de knechten. De gemeente, dat is, dat is hoogst ongewoon. Dat, dat een vrouw, helemaal een buitenlandse. Daar mag zijn en daar mag zitten. En, en het is ook een heerlijk aanbod. Want gemeente, als je als raapster op die hete velden de hele dag bent, in die zon, en die oosterse zon op je brand, dan is, dan is water zo'n verkwikking. Gemeente Rut is een en al verwondering. Dat, dat kunt u toch wel ergens begrijpen. Hè? En ze is niet eens een israelitische, maar een buitenlandse. Een vreemdeling. Zo hoort, hoort er eigenlijk helemaal er niet bij. En, en die verwondering, die, die hoor je helemaal in haar woorden doorklinken in vers 10B. Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen dat u naar nou mij omziet? terwijl ik een buitenlandse ben. En even verderop in vers 13b. U hebt mij getroost. En, en u hebt naar het hart van uw dienares gesproken. Met andere woorden, u, u hebt mij precies gegeven waar ik, ik zo'n verlangen naar heb. Hoewel ik niet ben als een van uw dienaressen. Maar weet je wat het is? Zegt Boaz in vers 12. Je bent door met je schoonmoeder mee te gaan... onder de vleugels van de Here, de God van Israël, terechtgekomen... Om toevlucht te zoeken. Dat is nogal een belangrijk zinnetje. Dus ja, je hebt voor je schoonmoeder gezorgd. Ik heb het allemaal gehoord. Maar weet je waar dat nou toe geleid hebt? Dat je op de goede plek terechtgekomen bent. Hoort u dat, gemeente? Hoort u dat? Als je, als je bij de Heren wil horen. Dan, en dat wilde Ruth. Dan, dan kom je onder zijn beschermende vleugelen. Dat, dat is wat Ruth te horen krijgt van Boaz... Mag gemeente, dat krijgen u en ik ook te horen. Juist als je onder de schaduw van het kruis je plek zoekt, dat hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht en beschaduwd in Gods woning. Maar mag ik iets vragen? Bent u, bent u daar ook zo verwonderd over? Misschien wel op een zondag als deze. Misschien heb je het ook wel vaak gedacht in je leven. En ik refereerde daar vanmorgen ook al aan. Hè? Ik, ik hoor er niet bij. Ik ben niet echt. Ik ben niet zoals bekeerde mensen of mensen die het zo goed weten. Of ik ben niet zo'n goede gelovige. Of ik, ik weet niet zoveel. En toch kwam je. En ben je ooit gekomen? En hoe is dat nou allemaal begonnen gemeente? Hoe is dat nou ook gekomen dat je je plekje in hebt genomen? Dat overkwam je toch? U zocht het uiteindelijk niet, hij zocht u. En je kon uiteindelijk niet anders dan met al je zonden en al je tekorten schuilen onder de schaduw van Gods vleugels. En misschien zag je niet eens op dat moment de impact of betekenis van dat alles, maar je moest er zijn. Rut heeft ook niet overal de impact van het doorzien en begrepen, maar, maar ze moest er zijn en, en daar zegen de heren. en meer dan dat. En dan geeft hij je meer dan je ooit verdiende of verwachtte, net als bij Rut. Gemeente God geeft meer dan je ooit bidt en ooit denkt. Uiteindelijk zit Rut bij Boaz aan tafel. Kijk, weet u wat wel eens het gevaar is, gemeente, van hele bekende geschiedenissen? Dat heeft u, maar dat heb ik ook. Dat we die verhalen zo goed kennen. En dat, dat we een soort logica zien van ja, Reut en ze ging mee. En ja, Boas, dan nou, mooi, mooi verhaal. En dan Boas, ze laten mee trouwen. En, en nou, zegt ze, zit ineens bij hem te eten. Maar, maar als je inzoomt op deze geschiedenis, dan, dan hou je toch de adem in van verwondering. Ze zitten ineens aan zijn tafel. En, en, en meer dan dat. Ze at, ze werd verzadigd en hield nog over. En, en, en hoe ze, en hoe ze tot, tot dat eten kwam, dat, dat staat er trouwens nog heel specifiek bij ook, hè? heel apart. Ja, zeker gemeente, ze was genodigd. Maar voordat ze gaat eten, staat er, hij, Boas dus, rijkte haar geroosterd koren aan. Aanrijken. Gemeente aanreiken betekent dat hij. zijn hand uitstak. En dit woord, dit betekent in het Hebreeuws zoiets als. Eh, toesteken of, of eh, aangeven. Dus er is echt een beweging, in dat woord zit een beweging vanuit Boas. Gemeente, dat is geen detail. Echt niet. Want, want ze at, en dat krijgt ze dus. Persoonlijk aangereikt van Hem. G gemeente Boas die, die is hier helemaal het beeld van de Heer Jezus. En, en dat zal nog meer blijken later. Er komen nog preken natuurlijk over. Als Hij ook de Losser is, dan, dan zie je Hem helemaal als het ware tevoorschijn komen als het beeld van Christus. Maar dat is Hij. Hier zie je dat, dat beeld van de Heer Jezus al opreizen in Boas. Gemeente wie Heilige Avondmauw viert... en aan de tafel des Heren komt... die eet uit de hand van Christus zelf. En zeker... de bedienaar, de dominee... die, die geeft het... en die zegt neem het... en eet. Maar gemeente, vergis u niet. Het kwam uit een uitgestoken hand. Kijk, eerder... Eerder had Naomi geklaagd en gezegd dat, ze, dat de hand van de Here tegen haar was uitgestoken. Dus die uitgestoken hand komt al voor in Rut. Maar dan van Naomi, de hand des Heeren is tegen mij uitgegaan, zei ze. Dat dat, dat Rut dat, dat nadrukkelijk meegekregen van God. Dat, 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 dat Gods hand zich soms tegen je keert. Zeker. Door je zonde en door je ongehoorzaamheid. En altijd met dat doel om je terug te krijgen bij Hem. Zet Hij je soms stil. En dat doet pijn. Jongelui, als God in je leven werkt, hè, en als God in jouw leven komt, dan moet je niet alleen denken, nou, er gebeuren er alleen maar fijne dingen, daar ga ik dan meer van geloven. Soms doet de Heer God zelfs het tegenovergestelde. En daar snap jij natuurlijk niks van. Jij denkt misschien wel eens, ik heb gebeden en gevraagd en, en, en het omgekeerde gebeurde. Misschien was je wel in je hart een beetje boos op God. Ik begrijp dat ook wel, dat je dat niet begrijpt. Maar, maar misschien moet je ook eens nadenken, maar, maar, maar waarom gaf God het dan niet? Waarom zei hij dan nee? Weet je waarom? Om ja tegen je te kunnen zeggen. Om je bij hem te krijgen. Misschien wel bij hem te houden. Ja, gemeente, dat doet soms pijn. Soms keert de hand van de Heer zich tegen je. Maar gemeente, hij doet dat nooit, nooit, met als doel om zijn handen vervolgens van je af te trekken. Integendeel, maar als de hand van de Heer tegen je uitgaat en je dat merkt en je door moeilijke fases van het leven gaat. Dan doet hij dat om vervolgens de handen naar je uit te strekken. U kent toch wel die tekst hè? Van, van de Heer verwond je soms, om je des te meer te kunnen verbinden met Zijn liefde en trouw. Om je te kunnen op, te, opzoeken in de zoon van Zijn liefde. En dat heel persoonlijk. In Hosea zie je dat. Hè? In Hosea gaat het over die tekst van, eh, dat Hosea dat, dat, dat zijn vrouw in de woestijn brengt. En waarom? Juist om door die moeite die het dan zijn haar des te meer tot zich te trekken. Gemeente, dat doet God soms. Om je daarna tot zich te trekken. Net als bij Ruth. Dus Ruth weet van die hand die zich tegen Naomi, haar moeder, en ook wat tegen haar gekeerd had. En diezelfde hand, die krijgt ze aangereikt in Boas. En Boas reikte haar het koren. Gemeente, zo persoonlijk en zo direct, rijdt hij de hand aan zijn tafel. En daarom is er geen betere plek dan daar. Nee, 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 aan de tafel des Heren word je niet zalig. Aan de tafel des Heren is het niet een soort hocus pocus dat daar allerlei uh, ongedachte dingen gebeuren. Maar aan de tafel des Heren rijkt. De Heere zijn hand naar je uit. En geeft hij je van zichzelf. Gemeente, er is geen betere plek dan daar. Ook als je niet geweest bent, moet je dat ter harte nemen. Er is geen betere plek dan daar. Waar Christus zichzelf wegschenkt aan mensen die er geen recht op hadden. Of jongelui als je nog geen beleidenis van geloof hebt gedaan. Denk er diep over na heen. Er is geen betere plek dan de Heer beleiden en aan zijn tafel gaan. Waar kun je nou beter zijn dan waar de Heer zichzelf geeft en, en ons alles geeft? En hoe zegt de Psalm het ook alweer? Ons mild geeft en overvloedig. Waar Hij je geeft, gemeente, waar je zelf niet bij kunt. Ik kan niet bij de genade, u wel. En ik kan ook niet bij de liefde. Daar ben ik te zondig voor en te beperkt en te veel mens voor. Maar hij kan het wel. En hij deelt uit. Persoonlijk. Kijk, jongens en meisjes. Jongens en meiden. Ik denk dat er bij jullie thuis in de kast wel eens dingen staan. waar jij niet bij kunt, hè? Eh, eh, waar jij ook niet bij mag. Alleen papa en mama kunnen erbij. of die hebben de sleutel ervan. En eh, bij heel veel mensen. Uh, is dat bijvoorbeeld uh, de medicijnkist uh, of mand? Die zullen jullie ook wel hebben. Een plek waar de medicijnen, daar hebben jullie dat ook? Waar de pilletjes liggen en zo. Uh, die, die liggen bij jullie toch niet heel erg laag in een laadje dat iedereen erbij kan? Nee, die liggen hoog. Alleen papa en mama kunnen daar, daarbij, toch? En soms, soms heb je een pilletje nodig. Dan, uh, be, dan ben je ziek, of uh, je hebt pijn, of een pilletje is gewoon goed voor je. Dan heb je ADHD. Of, of het is gewoon goed omdat je dan extra vitamine krijgt. Misschien krijg je wel el elke ochtend een vitaminepilletje van papa en mama. Maar, maar papa en mama moeten dat altijd aan jou geven, toch? Want jij kan er niet bij. Kijk, dat is eigenlijk bij de Heer Jezus ook. Moet je goed onthouden. Kijk, ik zou het voor jullie een beetje eenvoudig willen maken. Jongens en meisjes, de Heer Jezus heeft in de hemel een soort schatkist. En in die schatkist zit vergeving en liefde en goede zorgen. Allemaal van de Heer Jezus, echt. En als je avondmaal vierde, ging je natuurlijk mensen aan het avondmaal. Dan, dan krijg je een stukje brood waar dat in zit. Van de Heer Jezus. Dus de dominee geeft het wel, maar ik geef het namens de Heer Jezus. En, en weet je wat ik nou hoop, jongens en meiden? Dat, dat als jij groot bent. Dat je ook komt, dat je ook avondmaal komt vieren. Gemeente, zo voedt de Heer onze zielen aan zijn tafel als de grotere en als de meerdere boa's. En dat doet Rut goed. Kijkt u maar. Uh, Rut at en werd verzadigd. Het staat er eigenlijk heel gewoontjes, hè. Je gaat ervan uit dat ze op een goed moment gewoon vol zat en genoeg had. Nou, dat zal ook wel, dat het zo ging. En toch gemeente, toch beluister ik in die woorden die hier staan ook iets anders. Kijk, 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 als Boas, nou het beeld is van de Heer Jezus. Hè? En Rut is het beeld van de zondaar die uit zijn hand genade krijgt. Dan, dan komt er toch ook een soort verzadiging. Toch? En, en dan te bedenken, gemeente, dat het woord verzadiging in onze tekst ook bevrediging kan betekenen. Of genoeg hebben aan. En, en dan, dan, dan zie ik dat helemaal voor me. Dat, dat de Heer uitdeelt aan zijn tafel van genade. En het is maar een klein stukje brood. En het is maar een klein slokje wijn. Maar, maar je ontvangt een overvloed van genade en liefde, toch? Het bevredigt. jonge daar zit het woord vrede in. Er, er komt een wonderlijke vrede. En, en soms mag je dat helemaal ervaren en gaat dat dwars door je hart heen. Gemeente, soms, je moet niet altijd op die ervaringspoot zitten. Soms moet je dat gewoon geloven. Wat staat in het formulier? Hè? Dan staat er: geloof het nou, dat zo waarlijk als je dat brood eet. en van de drinkbeker des Heeren drinkt. dat zo waarachtig de heren in je leven komt. met zijn genade en vergeving. Soms geloof je het en weet je het gewoon. En, en dan ben je tevreden, bevredigd. Gemeente, zo is het ook als je aan tafel bent. Het verzadigt, het bevredigt. Het is genoeg. Dat heb ik van de Heer Jezus uit Johannes 6. In Johannes 6 zegt de Heer Jezus namelijk in vers 54: uh, Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die, die heeft het eeuwig leven. En, en ik zal hem doen opstaan in de laatste dag. Gemeente, wie hem eet, wie van hem drinkt, wie van hem ontvangt en van genade leeft, die, die heeft het eeuwig leven. En die mag opstaan op die laatste dag en voor eeuwig hem groot maken. Gemeente, als je, als je dat ontvangt, dan heb je toch alles. Alles. Je jongelui, geloof me, als je, als je Jezus hebt, heb je alles lui laat je niks wijs maken in de wereld waar je, waar je met de zonde overspoeld wordt. Met de boodschap dat het je gelukkig maakt en dat je er altijd meer van moet hebben. En dat het allemaal zo lekker voelt en gezellig is. Geloof het niet. Geloof het niet. Het is maar voor even al die zonden die, die je doet en die buiten God omgaan, al die zonde dat, dat is zo leeg. Het is voor even, het is moab leven. Orpa die dacht, nou ja, daar kies ik uiteindelijk voor. Het is de duivel die je voor de gek houdt. Echt? Er is er maar één die geluk geeft en die gelukkig maakt, en die verlost en, en die je redt. Er is er maar één die de deur van de hel voor je dicht doet. Ik heb de sleutels, zegt Jezus, van hel en van dood. Nou, dan moet je daar wezen. Er is er maar één die de deur van de hel voor je dicht doet: Dat is Jezus. En er is er maar één die de deuren van de hemel voor je opent. En dat is Jezus. En als je Hem kent, dan heb je alles. Alles. Dan maakt Hij je helemaal vol van Hemzelf, echt. Zodat je net als Ruud helemaal verzadigd bent. Helemaal vol bent, helemaal bevredigd bent. Helemaal alles hebt. Dan heb je genade. Gemeente dat is zoveel genade. Genade is zoveel, te, te, tegen Paulus zei de Heer, dat er Paulus, dat is misschien voor de jonge luik goed om te horen, Paulus had een doren in zijn vlees, hij, hij had iets waar hij ontzettend mee te strijden had en te lijden had. Hij zegt zelfs, het voelt alsof de duivel me met vuisten slaat. Nou, je bent altijd wel benieuwd, hè, wat had hij dan, maar hij had iets heel vervelends, waar hij heel erg last van had. En, en dan, dan zegt hij: Ik heb meerdere keren God gesmeekt en gebeden, geroepen, gevraagd of God het weg wilde nemen. Want ja, God is een God die geneest. Dat geloven we toch? Nou ja, Paulus geloofde dat zeker. Ik ook. God geneest, hij kan alles. Alleen doet God het soms anders. Bij Paulus ook. Die doren ging niet weg. Maar, maar God zegt tegen Paulus, Paulus. Uh, ik maak je niet beter, maar ik geef je genade. En mijn genade is voor jou genoeg. En gemeente jongelui, toen was Paulus tevreden. Daar kon hij mee leven, daar kon hij zelfs mee sterven. Uw genade is mij genoeg. En gemeente, dat is het grote geheim van het geloven. Als Christus in je leven komt, dan, dan maakt Hij je vol, dan, dan is het genoeg. Nee, dan is niet alles wat je in de wereld hebt genoeg. Weet je, mensen die de Heer niet kennen, en, en die hun leven niet aan Hem over kunnen geven in het geheel, en, en van genade willen leven, die, die hebben altijd tekort. En die zijn altijd verbitterd. Dat zijn van die gelovigen die altijd maar met vragen overblijven. Want God doet het nooit goed. Gemeent als God met genade komt, dan is het goed. Heel genade is. Is genoeg, dan, dan ben je daar vol van. En ik weet niet hoe het met u is, maar ik heb zo nodig dat ik dat krijg. En ik krijg het hier, aan zijn tafel. En dan word je vol, sterker nog vol. Nou ja, je kunt het niet op. Het is meer dan vol. Rut hield eraan over wat, wat Boaz haar gaf. Kijk maar, en ze hield over. Rut at werd verzadigd en hield over. Je weet, je ziet zoveel wonderlijke dingen gebeuren in deze geschiedenis. Dus dit betekent niet, ze had over van de oogst. Ik, ik, ik leef, alsof ik, dit voor het eerst van mijn leven las. Ik dacht, oh, ze had dus ook over van gewoon eten. En niet alleen van wat ze geraapt had. Ze had over. Naomi, moet u nagaan, hè? Naomi had bij haar terugkeer gezegd: uh, Ik ben vol weggegaan, maar, maar leeg kwam ik terug. Leeg en, en nu Rut Boas ontmoet heeft, zit ze meteen vol. En ze houdt over. En, en dan denk je natuurlijk automatisch gemeente aan, aan de wonderbare spijziging, toch? Als de Heer Jezus die, die hongerige scharen gaat voeden met, met slechts vijf broden en twee vissen. En, en op het eind is er over. Meer dan genoeg. Twaalf volle manden, niet één mand. Twaalf volle manden voor elke discipel een mand vol om, nou ja, om ook weer uit te delen denk ik dan. Gemeente als de Heere geeft en uitdeelt, is dat niet mondjesmaat? Maar is dat altijd genoeg? Als God zijn genade laat zien in de Heer Jezus Christus, dan is het niet een kruimeltje hier en een kruimeltje daar. Maar Hij geeft mild en overvloedig. Al zou de Heer je een kruimel geven, dan, dan heb je brood voor de rest van je leven en de eeuwigheid. Al zou hij je een druppeltje genade geven, dan verdrink je erin. Geweten, hij geeft niet een beetje, maar hij geeft mild en overvloedig. Echt, mild en overvloedig. Gemeente, soms raakt het me heel diep als ik, als ik preken hoor waar, waarin gesproken wordt over de zonde in overvloed. En over de schuld en overvloed. Maar vervolgens over de genade van God, zo klein en zo beperkt en zo voorwaardelijk en zo minimaal. Dat kan me raken, daar kan ik verdrietig over worden. Ja, gemeente, onze zonde is overvloedig. Echt. En die is veel meer dan je je ooit kunt bedenken. Echt. Dat zie je ook aan de tafel, deze heer. Aan de tafel des Heren gedenken we de dood van onze Heren. En we lezen dat in het formulier: dat op het diepst van die nood, toen Hij mijn zonde droeg, Hij het uitschreeuwde naar zijn vader: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Weet u waarom? En weet u waarom Jezus nederdaalde ter helle? Weet u, weet u hoe dat was toen Hij alle toren van God en zijn, onze schuld over zich heen kreeg? Dat was zo diep. Dat zijn mijn zonden. En de uwe en de onze, nee gemeente, nee, gemeente, de, onze, onze zonde die, die is overvloediger dan je ooit maar kunt bedenken. Veel meer dan je je ooit kunt voorstellen, echt. Maar weet dit, weet dit, dat de genade die God heeft bewezen in zijn zoon en de liefde die hij ten toon spreidt aan het kruis, die, is, die gaat daar oneindig bovenuit. Oneindig. En die is altijd meer. En je eet ervan, en je wordt verzadigd, en je verwondert je, en er blijft over, over. Gemeente avondmaal, avondmaal eindigt vanavond niet, en de avondmaalsviering eindigt nu niet. Het is na afloop van de avondmaalszondag niet uh, klaar. Maar als de Heer zichzelf aan je heeft uitgedeeld, dan geeft Hij ook voor morgen en voor overmorgen en voor daarna. Ik zal gedenken hoe voor deze, hoe vroeger mij de Heer heeft gunst bewezen. Soms denk je eraan terug en ik zal de wonder slaan die Hij heeft van ouds gedaan. Want je bent niet altijd op dezelfde toonhoogte. Maar wat ik ontving in zijn naam, dat is echt waar. En dat is genoeg voor vandaag en morgen en daarna. Echt. O, ook, ook om uit te delen. En zij hield over en Rut hield over. Ja, dat heeft ze natuurlijk aan Naomi gegeven. Dat is nogal dus dat is evident. Ze hield over. En gemeente, wat, wat zal die vrouw, wat zal Rut, wat zal ze geraakt zijn geweest, denkt u niet? Zij, zij valt toch van het ene wonder in het andere? Kom je uit Moab? Is de hand van God tegen je geweest? Zegt Naomi: noem mij maar Mara, bitterheid. En voor je het weet, komt de Heer met zijn onvoorstelbare zoetheid je leven binnen en zijn barmhartigheid in je bestaan. Zoveel. Dat rut ervan mag delen. Gemeent als de Heer je laat zien hè, wat genade inhoudt en wat het inhoudt om Christus te kennen, dan ontdek je dat het meer is dan genoeg, echt. Dat het voor jou kan en voor u kan, dan kan het toch voor iedereen. Want gemeent als je de Heer Jezus in de ogen kijkt als de verlossen van zondaren, dan ben je zelf de grootste toch? Het is geen vroom praatje. Dat is wat er gebeurt. En als dan die grote zonde die jou, jij bent, een genade ontvangen heeft van hen, dan kan het ook voor een ander. En dan geeft hij je genoeg om uit te delen. En om door te geven aan mensen om je heen. En ze hield over. Wij hebben ook over. Gemeente, zult u het doen? Zult u het uitdelen? Zult u het een beetje weggeven? Begin gewoon maar heel dichtbij, gewoon hier in je eigen gezinnetje de kerk, bij de mensen die je kent. Uitdelen. En dan misschien morgen de mensen die je tegenkomt. Dat je iets deelt van die rijkdom die God je geeft in de Heer Jezus Christus. Hoe gelukkig je daarmee bent. Dat als je dat hebt, dat je alles hebt. Zult u het doen. Want als God je vandaag te eten heeft gegeven, had je over. En daarmee ga je de week in. En daar ga je mee het leven in. En gemeente, als je van Hem ontvangen hebt... Hè, en, en als je weet dat het voor u en voor jou kan, hè, dan zeg je: het kan voor mij, dan kan het voor een ander toch ook. Als het voor jou genoeg is, dan is het voor een ander toch ook genoeg. Gemeente, ga zomaar de wereld in. Als een gezegend mens dat overloopt van zegeningen, en waarin iets zichtbaar wordt van de hoop die in je is. Dan heb je niet alleen vandaag genade ontvangen, maar dan mag je deze week ook genade uitdelen, gemeente in een wereld die zo leeg is. In een wereld waarin mensen zo naar hoop op zoek zijn. In een wereld waar het naar het einde toe gaat. Naar een wereld waarin de oorlogen maar voortwoeden en de crisis zich opstapelen. Maar, zegt Jezus, als je al deze dingen ziet dat ze geschieden, heft je hoofd op. Hoezo? Nou, we zijn volgemaakt van genade. We zijn volgemaakt van hoop. En soms, gemeente, geloof je op hoop tegen hoop. Daarmee bedoel ik, jongelui, soms, ja, zie je het ook allemaal niet zo. En ik ben ook wel eens bezorgd en bang. Maar dan denk je, mijn verlosser leeft. En hij is komende. En ooit komt er een dag dat de hemel open gaat. En dan zullen de doden opstaan. En dan zal ik deze Jezus zien, deze meerdere boas, die mij uitgedeeld heeft in dit leven. En toen was het al meer dan genoeg, toch? En straks, straks zit ik aan. Aan de bruiloft van het lam. Nee, dan hoef ik niet meer te delen. Dan krijg ik. Dan mag ik aanzitten, dan mag ik eh, krijgen van, van, dat, van die maaltijd, van die bruilen van het lam, om niet. En is Jezus Christus mijn koning voor eeuwig, die ik zal loven. Gemeente, hier begint het met genade, die overvloedig is. Zult u het uitdelen? Als we hier veel van uitdelen, krijgen we er misschien wel veel honger. En zullen er misschien straks nog meer aanzitten, straks. Op die bruilen van het lam die komen gaat. Ja, als het voor mij kan, dan kan het voor een ander toch ook. Amen.